is vandaag zondag 8 januari en het is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de VVD in Wieringerwerf. Voor de 24e keer alweer en daar worden ook de VVD Awards uitgereikt. Heel veel plaatselijke politici aanwezig, nou en natuurlijk ook mensen uit de provincie en ook de landelijke politiek is vandaag goed vertegenwoordigd. Goedemorgen dames en heren, uiteraard allemaal een zeer voorspoedig 2012. En het draaiboek geeft mij altijd dingen aan, maar daar trek ik me doorgaans waar dan ook op een podium bijna van aan. Wat is de VVD Award? Het is de 24e keer dat die wordt uitgereikt, of liever gezegd dat ze worden uitgereikt. Het is ooit begonnen in 1989 en het heeft met zich mee dat je, het zij commercieel, het zij sociaal of in welke vorm, de kop boven het bekende maaiveld, en dat kan in de Wieringermeer en nu dadelijk verder ook heel makkelijk hier, daarboven uitsteekt. En daar zijn er dit jaar ook weer 3 van. Goed, wie gaan die uitreiken? Dames en heren, ik vraag graag op het podium Fred Teven. We hebben natuurlijk jarenlang burgemeesters gehad in de Wieringermeer. Onder andere Knor, Omta, Leegwater, Spekwijzen. En Krijderoord was het 4e dorp, letterlijk en figuurlijk in de Wieringermeer. En daar hadden ze ook een burgemeester, eigenlijk een eigen burgemeester. En dat is Henk van Bodegom. Ik denk, dames en heren, dat het bedrijf van de heer van Bodegom, als u kijkt naar de spreuk die we hier achter hebben staan, denken, durven, doen. Ik denk dat dat schoolvoorbeeld is, uw bedrijf een schoolvoorbeeld is in de Wieringermeer van denken, durven, doen. En ik ben er ook heel trots op dat ik als staatssecretaris van dit kabinet, met niet zoveel charisma als Mark Rutte en ook niet zoveel bespraak, maar toch wel een beetje, dat ik u deze prijs mag uitreiken. En ik hoop dat u er ook zelf nog wat over wil zeggen, want het is een bijzonder waardevolle, eervolle prijs. Dank u. Waar staat jullie bedrijf voor? Wat verrichten jullie voor werkzaamheden? Wij zijn een aannemingsbedrijf die voornamelijk maaiwerkzaamheden verrichten voor provincies, gemeentes, Rijkswaterstaat. Dus ja, wij zijn daarin helemaal gespecialiseerd. Daar hebben we ook het hele jaar werk in. We zijn een middelgroot bedrijf met 25 man vast personeel. En in de zomerperiode hebben we piekmomenten. Nou ja, dan wordt het bedrijf wat groter. Dan hebben we vaak nog 10 of 12 losse krachten erbij. En jullie bestaan geloof ik dit jaar 50 jaar, hè? Op 1 augustus bestaan wij 50 jaar. Dus deze erkenning van de award, ja, dat is natuurlijk, dat is gewoon uniek. En dat samenvalt met ons 50-jarig bestaan, dat vervult ons natuurlijk met trots. Voornamelijk maai- en onderhoudswerkzaamheden, maar voornamelijk wil zeggen dat er meer gebeurt. Ja, klopt. We doen in de wintermaren doen we ook rioleringsonderhoud. We zeggen drainage, riolering, ook bomen snoeien, een beetje op het groengebied. Werken jullie nou voornamelijk in Noord-Holland of is het door heel het land heen? Nee, we werken eigenlijk door het hele land heen. Hoofdzakelijk wel de noordelijke provincies, door Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel. Maar eigenlijk hoofdzakelijk het hele land. En daarbij hoort tegenwoordig België, Duitsland. En momenteel zitten we zelfs in Marokko. Dus ja, grensverleggend mag ik wel zeggen. Het is moeilijk denk ik in deze tijd om je als bedrijf je hoofd boven water te houden. Want wegonderhoud, ook daar wordt natuurlijk op bezuinigd. Als je nou zo'n contract binnenslepen, is dat dan een meerjarig contract? Meestal wel. Wij gaan voor een meerjarig contract. Dan kan je het eerste jaar zien hoe dat gaat verlopen. En dan kan je dat na dat eerste jaar evalueren. En dan kan je zeggen van nou, daar kunnen we het verbeteren. En dan het derde jaar, dan moet je eigenlijk oogsten. Dat is voor ons gewoon heel belangrijk, langjarig contract. En die hebben we gelukkig ook op dit moment. En we hebben een goed gevulde orderportefeuille. Dus ik zie dat eigenlijk met vertrouwen tegemoet. Gaan jullie met dit werkpakket verder of hebben jullie nog een idee van we gaan verbreden, want des te breder, des te minder kwetsbaar? Nou, eigenlijk blijven we wel een beetje in dit werkpakket zitten. Alleen de bio-energie, ja, dat is wel een tak wat ons bedrijf zal gaan uitbreiden. Omdat daar ook onze marges leggen zometeen in het werk. En onze voorsprong op de concurrentie, want ja, dat is wel inderdaad heel scherp. Wat ik daar zo leuk vond, daarnet stond je op het podium, of stonden jullie op het podium. En dan is het niet de borst vooruit wij, maar op een gegeven moment wordt er ook nog een medewerkster bij gehaald. Dat vind ik nog wel even leuk om dat in het interview ook mee te nemen. Wie was die medewerkster en waarom werd zij er uitgepikt? Nou, dat is mevrouw van Rijswijk. Dat is eigenlijk de hoofdsecretaresse bij ons kantoor, directiesecretaresse. En ja, dat is eigenlijk de steun en toeverlaat aan ons bedrijf. We zijn een bedrijf van oorspronkelijk allemaal mannen, ruwe bolsters, blanke pit, zal ze zeggen. En ja, en zij is daar een stukje balans in. Eigenlijk een beetje
de moeder van de directeur eigenlijk. En die ons aan alle zijden bijstaat en adviezen voorziet. Ja. Weet je wat het leuke is? Als ik het over dat onderwerp heb, dan zie ik die oogjes meer gaan twinkelen. Ja. Nou ja, het is ook een geweldige vrouw. Ze heeft ons echt in zwaar weer ook daar goed doorheen gesleept. En met liefde doet ze. Met liefde doet ze het bedrijf. Goed, hartstikke bedankt voor jullie reactie. Ja. En nogmaals gefeliciteerd met de award. Ik dank u wel. Ja, dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we verder voor de twee uitreikingen. En daar krijgen we zo dadelijk voor Charlie Abtroot, Tweede Kamerlid voor de VVD en VNL woordvoerder in verkeer. En daarnaast ziet u een hele fraaie jonge dame. Nou, die bewaart tot laatst. Want dames en heren, Tweede Kamerlid Charlie Abtroot. En dan sta ik hier tegenover iemand die een club runt, vrijwilligers, die een corso organiseren al zo lang in winkel. 24 wagens tot 6 meter hoog hoor ik. Alleen dat getal, u begon met 3,5 miljoen dahlia's. Toen waren er 1,5 miljoen, nou ik weet niet hoeveel vrijwilligers er nodig zijn om 1,5 miljoen dahlia's te verwerken. En te zorgen dat die allemaal goed op die wagens terechtkomen en dat toch wel wat voorstelt. En komend jaar, ik ga eigenlijk voordat ik u echt ga feliciteren en ga overhandigen. Ik vind het geweldig wat u presteert. U heeft dit ook terecht verdiend. Ik zou zeggen, veel succes met de voorbereiding voor de 106e. Voor de 106e dit jaar in 2012. U laat zien dat Nederland een geweldig land is. En dat komt niet per se door de politici of door de ambtenaren of al die Nederlanders. Maar Nederland is een geweldig land. Door de ondernemers, we hebben er net mee gezien. En de vrijwilligers, want die doen net dat extra waardoor dit een superland is. Enorm gefeliciteerd, terecht dat u de award heeft gewonnen. Dat winkelhouwer Bloemencorso heeft al een hele lange historie. Ik geloof zelfs al 105 jaar. Ja, dit afgelopen jaar was het 105 jaar, dus we gaan naar de 106 jaar toe. Ik ga gelijk maar even ter zake. Wij hebben het opgenomen en ook in oktober uitgezonden. Prachtige praalwagens. En dan kijk ik ook wel eens naar onder die praalwagens. En dan denk ik, oh, wat gebeurt daar nou toch allemaal? Want ik zie allerlei voetjes gaan. Ja. De praalwagens worden door de mensen zelf voortbewogen. De praalwagens hebben dus ook zeg maar, een ruimte zodat ze goed kunnen liggen, half zitten. En dan is het door mensenkrachten, wordt het voortbewogen. Dus het zijn geen gemotoriseerde wagens, maar echt met de voet en in alle rust wordt het over het parcours heen bewogen. Wat zijn sportmensen moeten het wijzen, want hoeveel keer moeten ze rond? Ze moeten 3 keer rond en dat is ongeveer bijna 3 kilometer. En het is zo, als het een hele grote wagen is, zware wagen, dan worden ze wel gewisseld. Maar zien ze nou ook nog wat? Ze zien niks. En hoe weten ze dan toch, wie stuurt er dan? Degene die stuurt heeft een oogje waar ze naar buiten kunnen kijken. En ze staan in verbinding met een begeleider naast de corsowagen die zeg maar met een portofoon aanwijzingen geeft van rechtdoor of hier linksaf. En er is op de weg een witte krijtstreep, behoorlijke krijtstreep gemaakt. Zodat ze onder de wagen die witte streep kreet kunnen zien en dat ook kunnen volgen. Hoeveel wagens doen er nou mee? Afgelopen jaar 24 en dat is eigenlijk ook een tendens wat te zien geeft de afgelopen 4-5 jaar dat er een ontzettende groei in is. Komt ook een beetje door de kweekvijver, wat ik net ook noemde, het kindercorso. Die gaan dan naar de jeugdwagens en de jeugd wordt weer kleine wagens, grote wagens. Hoeveel dahlia's hebben jullie nou nodig? 1,5 miljoen. En is dat nou ook zo dat alle kleuren een beetje makkelijk verkrijgbaar zijn of moeten die vanuit allerlei hoeken in het land worden ingevlogen? We hebben zeg maar vaste leveranciers en ja, de meeste kleuren is oranje, wit, rood, geel. Als ze iets groen willen, dan maken ze het kontje van de bloem helemaal kaal. Dus dat is dan groen. Dat mag ook nog gebruikt worden. Maar voor de rest mag er verder niks op de wagen dan alleen dahlia's. En het thema? Zijn de mensen nou helemaal vrij in het uitvoeren van het thema? Of hebben jullie een bepaald thema elk jaar? Nee, we hebben geen bepaald thema. Voor hoeveel dagen, hoeveel uren zitten er nou wel niet in het vervaardigen van zo'n wagen? Ik snap natuurlijk, er zijn allerlei verschillen, maar gemiddeld? Nou, gemiddeld denk ik dat ze
is altijd na de winkelen kermis, dat is ongeveer 11, 12 augustus, gaan ze beginnen met bouwen. Dat doen ze zeker 3 keer in de week op avond met een club 6-7 man. En dan in het weekend zelf beginnen ze op donderdagavond de dahlia's halen ze op. En vrijdagochtend om 8 uur beginnen ze tot zondagochtend, soms tot 10 uur, 10:30 zijn ze nog bezig. Ja, ik vind het een geweldig evenement en ik hoop dat jullie het nog heel lang volhouden met al die deelnemers om ze enthousiast te houden. En we gaan nu op voor de 106e editie straks. Ja, 106e. En ja, als ik zie hoe de groepen en de vrijwilligers nog steeds zo enthousiast zijn, dan neem ik echt mijn petje vooraf. En vandaar dat ik ook eigenlijk durf te beweren dat we voor de komende jaren nog een prachtig corso kunnen neerzetten in winkel. Kijk, ik heb voor jou bewaard, voor de uitreiking, een zeer fraaie dame, Janine Hennis. Ja, en dan denk je natuurlijk ineens aan een van de meest heerlijke cognac. En voor de rest geen associatie maken. Janine, kom er even bij. Ik help je graag even. Ja, want met zo'n tenue wordt zo'n sprong wat lastig. Ja, ik geef je de microfoon. Want dan kan je roomstaal fetteren. Ron, van harte gefeliciteerd. Ik vind het een eer om hier te zijn. Het is mijn eerste keer, dus ik voel me een beetje junior in de Hollandse kroon. In ieder geval bij deze awarduitreiking. Ik heb spijt dat ik mijn stiefzoontje niet heb meegenomen, want zijn grote droom is musicalster worden. Hij zit ook op musical les, bakt er helemaal niets van. Maar ik weet zeker dat als hij jou had gezien, dat hij toch een keer met je op de foto was gegaan. Dus heel erg leuk om je hier te ontmoeten. Ik ben net weggezet als een jonge dame, maar bij mij komt de 40 ook echt in zicht, dus ik vond het allemaal wel mee. Maar ik weet wel één ding zeker, dat we mensen zoals jij, met heel veel talent en doorzettingsvermogen nodig hebben, in Nederland en voor Nederland. Dus ik vind het een grote eer om namens de VVD deze award aan jou uit te reiken. Vanaf hoe lang heb jij die passie al om in de muziek je professionaliteit te ontwikkelen? Nou, heel lang, want ik hou van zingen. Al dat ik jong was, gaf ik al expressie via zingen. Dat is gewoon iets wat je hebt of niet. En dat heb ik gedaan. En op een gegeven moment krijg je wat feedback dat mensen dat ook wel fijn vinden. Nou, dan is het natuurlijk wat makkelijker om voor andere mensen te gaan zingen. En ik ben op een gegeven moment in Oosterland. Ben ik in het Michaelskoor gaan zingen als jongetje. En daar heb ik eigenlijk mijn eerste treden in de sfeer van voorstellingen gemaakt. Vertel eens, je hebt landelijk in de musicalwereld ook al het nodige gedaan. Ik hoorde net Petticoat, maar volgens mij heb je meer gedaan, hè? Ik heb in musicals gespeeld. Ik geef eigen concerten. Dat doe ik ook in het buitenland, omdat ik daar zelf gewoon naartoe ga. Bijvoorbeeld in Amerika ben ik wel geweest. Dat was al wat langer geleden. Ik ga nu tegenwoordig veel naar Vladivostok toe. Dat is in Rusland, vlakbij China in de buurt. Ik ga in maart weer heen. En wil ik onder andere in China ook wat optredens geven. Dus mijn grootste passie is het werk wat ik eigenlijk hier op deze nieuwjaarsreceptie met de awarduitreikingen heb gedaan. Dat is mijn eigen songs maken. Dat is het allermooiste. Nou, niet het allermooiste, maar het is zeer mooi om te doen. Je bent al voor de 10e keer ga je daar naartoe, volgens mij naar Rusland. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Hoe ben je daar verzeild geraakt? Ik ben daar naartoe gegaan in 2007 toen ik klaar was met de musical Rembrandt. Daar speelde ik Titus van Rijn, zoon van. En ik had wat centen en ik was vrij om te gaan en staan waar ik wilde. Ik wilde reizen en ik nam de Trans-Siberië Express. Dat is een trein van Moskou naar Vladivostok, 7 dagen. Dus je komt door het Oeralgebergte. Langs Siberië of door Siberië ga je heen. Het was in het hartje winter, hartstikke koud daar. Maar tijdens die reis realiseer ik mij al dat ik ook iets in Azië wilde ondernemen. Ik wilde mijn leven uitbreiden. En daardoor heb ik daar mensen leren kennen. En die ken ik nog steeds. En ik heb vrienden. En als ik daar ben, dan mis ik Holland. Dus dan wil ik weer hier naartoe. Maar als ik hier ben, mis ik ook weer Vladivostok. Dus dan ga ik daar ook weer naartoe. Is er veel muzikale inspiratie daar? Nou, er is natuurlijk wel. Het is een grote inspiratiebron, reizen sowieso. En dan vooral zo'n stad als Vladivostok, waar je niet zo 1, 2, 3 naartoe gaat. Een hele andere wereld. Nou ja, althans, de hele wereld lijkt op elkaar, dus allemaal mensen.
we lijken meer op elkaar dan dat we verschillen. Maar als we het over het verschil hebben, er is zeker verschil tussen de Russische cultuur vanuit de Sovjet-Unie en de Nederlandse cultuur. Dus natuurlijk inspireert het mij. De vrouwen daar, de mannen daar, de manier hoe mensen met elkaar de dingen doen. Als je het over inspiratie hebt, ik zie je achter die piano zitten, maar je zingt niet alleen een liedje. Het lijkt wel of je helemaal vertrokken bent, of je helemaal opgaat in je tekst. Ja, dat is ook leuk en dat moet ook. En ik denk ook dat dat wel een kracht is voor, om over te brengen. Schrijf je veel zelf teksten? Ja, ik schrijf zelf teksten, zelf muziek. Ja. Binnenkort nog een cd te verwachten? Ja. Ik ben al lang met een album bezig onder de werknaam The Silence of Light. En ik ben nog steeds aan het kijken welke nummers wil ik daar nog op hebben. Ik zit vol met inspiratie. Ik heb net het nieuwe cd The Vladivostok Concert uitgegeven. Dat is een live cd. Maar ik wil heel graag een live album hebben. Dat heb ik nu dus, maar ik wil heel graag weer een nieuw album hebben. En ik hoop eigenlijk voor maart die nog te hebben als ik naar China en Rusland ga. Ron, hartelijke dank voor je medewerking. En nogmaals, of gefeliciteerd eigenlijk met de award die je vandaag hebt uitgereikt gekregen. Ja, dat doet mij erg goed. En ik denk ook wat heel belangrijk is, dat zei ik ook hier tijdens de bijeenkomst. Wij leren veel door te vallen en hindernissen te nemen. Dat geldt voor ons allemaal en voor mij ook enorm. Maar af en toe is het ook zo mooi om gewoon een schouderklop te krijgen. En een schouderklop vanuit je eigen omgeving is echt heel fijn. Dat is echt heel fijn. Succes verder met je carrière. Bedankt. Dankjewel. Hier zijn jij en ik. Wat doen we hier op aard? We zien, horen, voelen. Op zoek naar normen, waarden. Wie heeft dit gemaakt? Wat heeft ons ontwaakt? Als je niet meer bent.
U ziet het achter mij, de zaal is inmiddels weer verlaten. Het was een hele gezellige bijeenkomst en wij gaan ook weer huiswaarts.